Heb je ze? Okay, we mogen hier eigenlijk niet zijn. Mama is elkaar die bosjes in geholpen. Dit mocht niet. Dit mocht niet. I'm so sorry. No problem. Ik ben Charlie en ik heb een reisbureau dat mensen kennis wil laten maken met echte Afrika. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Het heeft veel meer te bieden dan Kaapstad en Kruger. En met mijn ouders als keurmeesters ga ik op zoek naar nieuwe routes. Is Off the Beaten Track Africa geschikt voor de Young Hearted? In deze route reizen we af naar de Garden Route. We laten de Ostrich Capital of the World, Oudtshoorn, achter ons. We vervolgen de Garden Route door de Western Cape. Het is hier veel geciviliseerder. De wegen zijn veel beter. Geen potholes. Het is nog steeds wel ook hier droog. Net als aan de Wild Coast. We stopten even in het drie na oudste stadje in Zuid-Afrika, dat bekend staat om zijn Cape Dutch architectuur. Door naar de kust. Kijk nou, activeren in die wind. Natuurreservaat De Hoop ligt aan de kust in de duinen. Van juli tot en met november migreren walvissen langs de kustlijn en is dit een goede plek om ze te spotten. Wat is dat? Ja, een hoepoe. Heb ik een hoepoe? Dat is een hoepoe. Pak even je camera. Ja, jongens. Geef die iPhone van jou. Ik moet hem even hebben. Birders Paradise uit Afrika. En je schrikt je gewoon een paar keer per dag een hoedje als je weer een nieuwe species spot. Het meertje waar we nu op zitten is brak water en heeft drie bronnen. Onderwaterbronnen, een kleine rivier en het regenwater. Maar sinds 4 jaar valt er heel weinig regen, dus is het waterpeil gezakt. Het is nu nog maar 1 meter diep, vroeger was het 6-7 meter diep. En hier achter mij zie je dus goed hoe hoog het water vroeger stond. So the baboons over there, yeah. They're digging up for some crabs over there. Normally the otters do that. Yes. So they look at the otters. Kijk daar, die grote struik daar in die boom. Ja, dat is gigantisch. Voor die hamerkop. Kijk gewoon naar alle vogels die je ziet. Koop een gidsje en ga gewoon kijken. Ga vogelen, jongens. Ga vogelen. Dat zegt mama. Absoluut. En de Atlantische Oceaan die komen hier samen. Dat is warm en koud water. En dat brengt de perfecte omstandigheden voor die walvissen om te meten. Kinderen te maken. Hier achter ons is een soort van natural swimming pool. Ze zien er mooi blauw uit. Ik ben benieuwd of het een rijk onderwaterleven heeft. Mama, denk van wel? Ik denk van wel. Oké. We gaan er nu in. Rockpools en snorkelen hoef je niet naar De Hoop. Wel geprobeerd. Echt geen onzin. When in Africa, go on a safari. En ditmaal geen savanne en geen Big Five. I'm gonna be your guide taking you out. We're gonna do a drive about 2 hours long in total. We're gonna take a look at the animals. Any questions along the way, feel free to ask me. Links.
Kerkel, I haven't seen that one myself. No, no, no. Leopard, leopard. Snow leopard. Snow leopard. Sea leopard. Sea leopard. We zien land leopard. Oké, okay, let's go. Kijk eens even. Oh, geweldig. Nee, we mogen hier eigenlijk niet zijn. Nee, mama is elkaar die bosjes ingehold. Dit mocht niet. Dit mocht niet. Nee. Je bent, het is zoals een wilde is die bosje ingegaan. Oh, god, dit mocht niet. I'm so sorry. Nou, no problem. Come to the Hoop Nature Reserve. It's a better place than Hermanus. It's the place to be. Flora en fauna, fantastisch. Ik ben van enthousiasme van de duinen afgerend om de bonte bok en de eland tezamen te zien. Aan een brak meer. Plus opstijgende flamingo's. Wat wil je nog meer? In één woord, fantastisch. Ja. Je bent het wel aan het verkopen. Ze verkoopt het echt. In de volgende aflevering gaan we naar de beroemde wijnstreken van Zuid-Afrika. Papa die proeft zonder te spugen en klimt de gordijn in. Wie weet hem harder te raken, papa of mama? Vond je het een leuke video? Kijk dan de volgende, klik daar. Wil je een totaal andere serie zien in een ander land? Klik dan daar. Vergeet niet te subscriben. En wil je even de website bezoeken? Klik je daar. Safari Gemma, hope to see you soon in Africa.